Wat ben je aan het maken? Een kunstwerk. Ik heb er wel een fotootje van. Jij bent een van de toplassers hier, of niet? Ja, ik werk hier 3 weken hier. Oké, dus nog vrij goed. Zo dan. En dit wordt het project. Dat ziet er een beetje uit als Escher, ken je die met die trappen die... Jazeker. Daar lijkt het een beetje op. Het is wel mooi. Ja, dat soort dingen vind ik heel leuk om te maken. Een beetje tekenen, snijden, zagen. En is dat voor de verkoop of voor eigen gebruik? Weet je dat niet? Weet ik nog niet. Alles is te koop, moet je zeggen. Mark, goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Hè? Ja, gaat goed. Ja. Hey, we zijn in WLB De Loods. Hoe lang ben jij hier al werkzaam? Je bent de coördinator hier. Goh, dan moet ik weer terug. Ik denk dat we nu een jaar of 25 jaar eigenlijk al bezig zijn. Zo lang al, ja. Ja, maar we zijn eerst echt alleen maar begonnen met oude gereedschappen inzamelen voor een landelijke stichting Gered Gereedschap. Die knapten we hier dan op en die werden verstuurd naar de derde wereldlanden. Alleen dat is op de deur uitgegroeid tot een fietsenmaakrij. We kwamen wat fietsen binnen en werden eigenlijk niet gevraagd voor die derde wereldlanden. Blijkt vanuit de doelgroep waarmee we werken. Heel veel liefhebberij om aan fietsen te gaan sleutelen. Nou, dat is eigenlijk uitgegroeid tot een hele fietsenmakerij. En dat is eigenlijk ja, ik zie zelfs auto's staan en motorfietsen. Hier een oude kever. En dat is allemaal een beetje spontaan toen die tijd gestart. Alleen dat hebben we nou wel allemaal een goede plek weten te geven. We doen echt nu een vaste lasserij hebben. We doen echt, ja, tegenwoordig is natuurlijk die industriële look helemaal hot. Dus ja, we doen voor particulieren tafels maken, stoelen. En we zijn nou nog bezig met barkrukken. Maar hoe is dat dan als ik dan bijvoorbeeld zeg van nou ik wil inderdaad een mooie barbecue. Dan kan ik jullie daarvoor vragen en dan gewoon, Want heel kort, hè, WLB De Loods en er is ook nog een WLB aan de andere kant van het kanaal, dus op het kleine industrieterrein. Ja, we zijn vroeger een keer samen gestart, alleen we moesten steeds meer ruimte hebben. Dan is WLB De Ambachten, daar doen ze meer in het hout, dat is hun specialisatie. En wij zijn hier meer gaan specialiseren in het ijzerwaar. Dat is eigenlijk de grootste verschillen die tussen ons zitten. Maar, qua mensen die er werken, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Alleen de werkzaamheden die aangeboden worden. Maar de medewerkers, want jullie vallen onder, moet ik het goed zeggen, Emergis? Nee? Ja, dit is opgezet vanuit Emergis. En al onze medewerkers, ja, die komen eigenlijk via de WMO komen die tegenwoordig hier binnen. Ja. Maar het zijn allerlei verschillende soorten gasten. En, Van alles wat. Ja, van lassers tot fietsenmakers. Ja, ja inderdaad. Ja. En maar als ik nou bijvoorbeeld als buitenstaander graag een fiets zou willen kopen, dan kan dat hier ook? Dat kan ook. Dus dan kom je gewoon een keer hier naar die loods en zeggen, heb je nog wat staan? Of, ja. Okay. Ja. En reparatiewerk doen we ook. Als je een lekbandje hebt, je zegt van, goh, ik doe het zelf niet. Zet hem neer en wordt gerepareerd. Ja, maar dan zeg je wat, want fietsenmakers doen dat natuurlijk ook. Maar die hebben het op het moment zo vaak zo druk. En die zitten meestal niet op dat soort werk te wachten. Nee, jullie wel? Nee. Ja, wij wel. En in vergelijking ook met fietsenmakers, om dat verschil aan te geven. Wij gaan hier nog aan fietsen werken. Waar over het algemeen de fietsenmakers zitten, beginnen we niet meer aan. Precies. Ja. Dus op die manier, ja. Nou, okay. Dan bijt dat elkaar niet, laat ik het zo zeggen. Dan is dat heel goed om te weten. Ja. En zijn er nog andere dingen die goed zijn om te weten voor mensen die dit nog niet kennen? Ja, nou, waarvoor we hier... Het is bij veel mensen nog niet bekend wat we hier allemaal doen. Dus vandaar dat ik nou zeg van, want we hebben een lasserij, fietsenmakerij. En sinds kort zijn we bijvoorbeeld glas en lood begonnen. Okay. Dus een nieuwe collega die is daarmee gestart. Ja, en dat loopt nou ook... Dus als ik een glas en lood deur wil, dan kunnen jullie dat fixen? Ja, glas en lood. Ja, in principe. Een deur waar glas en lood is het dan. Ja. Maar we kunnen het zo wel laten zien, want er zit dan naar boven. Om eens even te laten zien wat we daar maken. Ja, zeer goed. Echt robuust, ja.
Hoe was die andere? Was die zwart gemaakt? Ja. Ja, je kan, ik denk dat het leuker is. Dat is secuurwerk, joh, niet? Ja, heel kleine stukjes ja, aan elkaar solderen, zeg maar. Maar jij bent een beetje de specialist op glas- en loodgebied? Ja, we zijn hier met meer specialisten. Oké. Okay. Dat is een mooie ding. Maar jij doet voornamelijk dit? Ik doe nou, dit is stippening. Ja. Oké. Okay. Hey Evelien, waar ben jij van? Van de mozaïeken? Ja, ik doe dat graag. En dat is, werk je nou met glas of is dat steen? Ik werk met glas. Allemaal afvalglas. Oké. Okay. En dan maken we leuke dingetjes mee. Ja, dat is een prachtige. Aangezien ik hier de tekening heb, moet ik deze kant nog een keer doen. Oké. Okay. Want het is al twee kanten bedrukt eigenlijk, ja. Als het ware. Ja. Want ik wist niet dat ook met de tekening die ik heb. Dit is de tekening. Oké. Okay. En die haal ik van Pinterest af. Oh, inspiratie op internet. Ja. En hoe lang werk jij hier al, Evelien? Ik ben hier gekomen na de ambachten. Ben ik hier gekomen. Dus dat is al jaar of vijf ook dan? Nee. Ik heb ook gezocht, juni al. Oké. Nou, leuk om even kennis te maken. Dankjewel. Ja, ik heb 5 jaar bij de ambachten gewerkt. Ah, oké. Als schoonmaakster en teller. Dus je kent de organisatie wel, hè? Ja. Ja, nou leuk. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Nog even over het glas en lood verhaal. Ja. Je zei net, het wordt hier allemaal gemaakt, maar je hebt natuurlijk ook de winkel naast Viduet, die is ook van WLB. Klopt. Daar staat Henk, van de schroefjes en de moertjes. Ja. Maar kunnen mensen nou, als ze iets van glas en lood willen kopen, kunnen ze dan ook hier komen kijken en kopen? Of? Ja, ze kunnen hier komen om te kijken. We hebben allerlei kleurtjes glas en eigenlijk alles wat ze in de winkel zien of andere dingen, ideeën die ze hebben, kunnen we hier maken naar wens, kleur, vorm. Smaak. Ja. Maar de echte dingen, want bij Henk en de winkel, daar installeer je echt de lampen die zijn gemaakt, dat soort dingen. Die al zijn gemaakt, ja. Of gewoon zodat we wat voorbeelden hebben van dit is wat we doen, dit is wat we kunnen. En de mensen kunnen hier gewoon komen om zich te oriënteren, ja. Ja, want jij zei net, hè, de mooiste lampen staan er net in de winkel daar. Ja, en die is net dicht. Maar dan komen we. Ik heb het overgebracht. Ja, dus, dankjewel. Ja. Patineren. Dan komt hij beter eruit. Als er een kaars in zit, is een vaccinelichtje. En dan komt er echt mooie vlammen. Die komen echt. Je begint zelf ook allemaal te gloeien als je het vertelt. Ja, maar ik kom door de camera. Nee, maar je bent wel enthousiast erover. Je doet het graag, of niet? Ja. En dit is dan mijn tweede. Dat wordt dan een lijst met rozen. Hier begon van die bovenste roos. En deze komt dan van deze roos. Dan wordt dan ook een lijst. Wat je voor de raam kan zetten. Ah, oké. Okay. Dus dat doe ik dan samen met Jorien. En hoe lang ben jij er ongeveer mee bezig, met zo'n project? Hoe lang ben je er ongeveer aan bezig, Jorien? Een paar weken. Een paar weken is maar. Ja, dat is toch een hele klus. Ja. Ja, dat is een hele klus. Het is een beetje Ja, maar mooi werk. Hè? Ja. Dankjewel. Graag gedaan.